Ik heb dit boek geschreven aan de hand van onze ervaringen toen we in China zijn gaan wonen. In 2003, in januari, zijn we daar naartoe gegaan als expats. En om een beetje thuisfront op de hoogte te houden, hebben we een website bijgehouden met allemaal verhalen. En ik werd er steeds meer gedreven in en de stukjes werden steeds leuker. En de mensen die thuis reageerden heel positief op. Zo van, oh, dat doe je leuk en we vinden het fijn om te lezen. En dan word je zelf gedreven. Toen ben ik zelfs een schrijverscursus gaan doen. En om nog een beetje beter te kunnen, zeg maar. En ja, de verhalen groeiden. En daardoor groeide eigenlijk een boek, vond ik zelf. En toen we terug waren, in 2005 zijn we teruggekomen. Toen heb ik alle stukjes langzamerhand herschreven, herkeken en noem maar op. En meer van de brieven aan het thuisfront, meer verhaaltjes van gemaakt. Een soort uitgebreide columns. En die gebundeld in een boek. 4 keer enkele reis China. Vanwaar deze titel? We zijn met z'n vieren heen gegaan. Mijn man, ik en onze 2 oudste zoontjes. En het was natuurlijk een enkele reis. We waren niet van plan om heel snel weer terug te komen. Maar het grappige is dat we met z'n 5 zijn teruggekomen. Want daar is mijn 3e zoontje geboren. Dus het was 4 keer enkel heen en eigenlijk 5 keer enkel terug. Dus dat is eigenlijk de stiekem grap daarachter. Kun je ons een kort vertellen over je boek? Ja, het is een bundel van korte verhaaltjes, van columns eigenlijk, die nogal uiteenlopend kunnen zijn. De ene keer gaat het over de perikelen die we hadden met het personeel wat je ineens krijgt. We hadden een AI. AI is een vrouw die bij je thuis komt helpen met de kinderen, een soort nanny, maar ook in het huishouden, dus poetsen. Er komen ook stukjes in voor over de kinderen. Een klein stukje gaat ook over mijn middelste zoon. Hij blijkt een verstandelijke beperking te hebben. Dat is eigenlijk ook daar ontdekt. We zijn, omdat hij zo langzaam ontwikkelde en weinig sprak, zijn we maar eens naar een arts gegaan, ook daar. Ergens was dat ook wel ons geluk. Daar kennen ze geen wachtlijsten. Dus je hoeft niet 3 kwartier te wachten. Dus in 3 weken tijd hadden we ieder onderzoek gehad die we maar bedenken konden. Daar kwamen we uit autisme en een epilepsievorm. Toen zijn we naar Nederland gegaan, dus ik ben heel wat naar Nederland op en neer gevlogen ondertussen om onderzoeken met hem te doen. Dat is ook wel een beetje de reden waarom we uiteindelijk weer in Nederland zijn gaan wonen en gebleven, zodat we hem hier de juiste scholing konden geven en hulp en medische hulp. Dus ja, dat heeft wel een beetje overschaduwd. Wat ook heel sterk heeft overschaduwd is dat in Nederland mijn moeder is ziek geworden. Ze is ook overleden. En 3 weken voordat we terug verhuisden van China naar Nederland, was een hele hectische periode. Daar sluit ik het boek ook een beetje mee af. Daar hoort er natuurlijk toch bij. Aan de andere kant is mijn moeder ook in China geweest op bezoek. Dat was een hele bijzondere, leuke tijd. En ja, ook de laatste tijd geweest dat ik haar heel intensief heb mogen meemaken. Dus dat was natuurlijk heel fijn. Ja, we hebben echt hele leuke momenten daar gehad. Hele mooie reisjes gemaakt. En die heb ik allemaal in het kort in beschreven. Het is heel, heel makkelijk te lezen, denk ik, voor iedereen. En ook wel leuk voor iedereen. Want ik heb ook wel mensen die het al gelezen hebben, die zeiden, oh, ik ben ooit op vakantie geweest, ik vond ze leuk. Of ik heb in Amerika gewoond, maar ik herken al heel veel dingen. En dan denk ik, oh, dat vind ik toch leuk. Ja, en dan denk ik echt, dus dat is een beetje in de notendop het boek. Julian, we hadden begrepen via... dat je nog ergens inspiratie had voor nog meer boeken. Vertel eens even. Ja, ik ben al druk bezig. Ik heb alweer heel wat columns geschreven. Ik publiceer er ook wel eens op mijn website. Maar dit gaat natuurlijk niet meer over China. Het gaat ook niet over Nune. Het gaat over, meer over het moeder zijn van speciale kinderen. En, ik heb 2 kinderen die binnen het autisme vallen, waarvan 1 dan verstandelijk beperkt is. En je maakt heel wat mee. Leuke dingen, minder leuke dingen. Die columns die ga ik ook weer bundelen in een boek. Het is geen opvoedboek. Ik bedoel, wie ben ik om nou te zeggen, zo moet je het doen. Maar ik denk dat veel mensen er wel erkenning in kunnen vinden. Of veel mensen die niet in die problematiek zitten, dat die juist wel eens een kijkje kunnen nemen in de keuken van iemand die dat wel zo moet ervaren. Die moet in deze maanden, zeg maar, wel ook wel komen.
Nou, Kilian, dan gaan we met z'n allen hartstikke uitkijken. En hartstikke bedankt voor dit interview. Jullie ook.